Ik ga nu op werkbezoek bij Veluwe Portaal, een stichting die bemiddelt tussen werkgevers om vakmanschap in de regio te behouden. Hi. Ingeborg, hi. Hoe behoud je werknemers in hun vakgebied? Door te voorkomen dat ze werkloos raken, door het moment dat ze boventallig raken of niet meer geschikt zijn voor hun eigen functie, te bemiddelen van werk naar werk. Wat is het belang voor de arbeidsmarkt? Nou, voor werknemers dat ze hun baan weten te behouden. Niet zozeer bij één specifieke werkgever, maar juist voor de regio. En voor werkgevers het behoud van hun vakmensen en het voorkomen van werkloosheid. Er verandert heel veel op de arbeidsmarkt. Werkgevers worden steeds meer zelfverantwoordelijk voor transities van hun werknemers. Vakmensen raken steeds schaarser. We moeten met z'n allen er gewoon heel hard aan werken om de juiste vakmensen te behouden voor de regio. Werkgevers moeten ook aantrekkelijk blijven voor hun werknemers. Zeker als je kijkt naar de nieuwe arbeidsmarkt, waar flexibilisering steeds meer tot stand gaat komen. Een werknemer moet breed inzetbaar zijn. Wij stimuleren dat jaarlijks door de Week van de Arbeidsmobiliteit te organiseren. Daarmee vragen we werkgevers om hun deuren open te zetten en werknemers krijgen daarmee de kans om een dag lang bij een ander bedrijf een kijkje in de keuken te nemen. En heeft dat tot concrete resultaten geleid? Jazeker. Jaarlijks zijn er enorm veel baanwisselaars. Werknemers die gaan weer opnieuw met werkgevers in contact over hun ontwikkeling, opleiding, eventueel buiten de deuren kijken. Dus dat heeft heel veel opgeleverd.